Ze hebben mij wat gebracht en ja, ik zal het even pakken. En het staat achter jullie. Het lijkt een troepje. Ja, lieve vrienden, hier, dit is Bono dan. Groter dan dat Frodo is. Hé, Bono? 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 I got no rules, I count them. Ik hoop dat ik erop sta, op zit, op hang, op leg, weet ik veel wat. Want dit is de camera van Karen, dus ik zie me nou zelf niet. Nee, dit is de oude camera van Karen, mijn lieve metallige dochter, ja. Dat, ik wens jullie als eerste natuurlijk een hele goede middag. Het is vandaag maandag 14 oktober en het is 12:37. Gisteren, zondag 11 oktober, heb ik niet gevlogd. Nee, had geen zin. Ik had een pyjama-dag. Ik zag er eigenlijk niet uit. En ondanks dat heb ik onverwachte visite gehad. Ja. Heel erg leuk, hartstikke fijn. Dat was natuurlijk weer Karin en Roderick. Ja, die kwamen onverwacht langs. Die waren in Den Helder. Die moeten ook nog bij andere mensen wezen. En ze hebben mij wat gebracht en ja, ik zal het even pakken. En het staat achter jullie. Het lijkt een troepje. Ja. Moet hem één keer de week water geven. En dat wordt een klavertje 4. Ik ben benieuwd. Zij heeft me dat doorgegeven van iemand anders. Dat... Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja, ik vind het geweldig. Dankjewel voor de geefster. Ik ben de naam even kwijt. Godje dikkie. Ik weet het al. Fatima. Ja. Fatima. Een vriendin van Karin. En een geweeste baas. Maar in ieder geval, daar heb ik hem van gekregen. En ik vind het hartstikke leuk. Ja, zeker weten. Even weer terugzetten. En dan hopen we dat hij het doet. Ja, en ik zal de diertjes eten geven. En mezelf natuurlijk niet te vergeten. Vanmiddag komt Bono. Bono is is de hond van mijn broer en mijn schoonzus. Mijn broer en mijn schoonzus willen absoluut niet hebben dat ik hun op een film zet. Of wat dan ook. En dat doen we dan ook niet, dat moet je respecteren. Maar ja, Bono kan ik wel even filmen. Ja hoor, Bono kan ik wel even filmen. Beetje loopt op mank, want die heeft een scheur in zijn kruisbanden. Dat is een één achterpoot, dus die moet ook geopereerd worden. En ze zitten in de verhuizing, ze komen hier te wonen in Den Helder. Dus helemaal top, geweldig, leuk, fijn. Niet eens niet zo ver weg. Nee, we zijn er al wel eens een keer langs gereden. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is hier in ieder geval heel raar, gek, somber weer. Het is donker, want het toplicht van, hoe heet dat ding? Het booreiland van offshore, die hier binnen ligt. Die toplicht, die zag ik er net. Zo donker is de lucht, dus dan weet je het wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later op de dag. Ook Rebecca, die komt nog vandaag, die komt nog op meende, denk ik, rond een uur of half drie of zo, ik weet het even niet. Maar die komt ook en ja, we gaan er weer tegenaan met die banaan. Ik heb mijn heksenhoed beneden en mijn pruikhek beneden. Ik moet het even wel willen, want dat wil weer eens niet. En dat is natuurlijk oeh, dat was de pruik. Maar, ook mijn neus, Mien, waar is mijn neus, die heb ik. Nou, en dit plukje haar zit dus aan die hoed vast. Blijf er af, Frodo. Ja, die maak ik dus aan die pruik vast.
Dus het komt helemaal goed. Ja. Dit laat ik er wel aanzitten, dat vliegblaar. Maar dat andere komt er gewoon ook bij eraan vast te zitten. Dus ja, komt ook helemaal goed. Zo, neus er weer in. Hop, nou de pruik hadden jullie ook al gezien. Die heb ik al opgehad. Dus ja, dat gaan we proberen. Ik vandaag mee aan de gang te gaan. Probeer ik. Maar dat zien we dan wel. Ik doe hem nou weer even in de tas, want anders wordt hij onnodig smerig. En dat wil ik ook weer niet. Nee toch? Nee, dat wil niet eens niet. Verdikke me. Die even naar de kant. Die even. Oh ja, dit is het doosje van waar dat plantje in zat. Dat klavertje 4. Leuk, hè? Ja, helemaal leuk. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en doe het met de lach. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, en hier, dit is Bonno dan. Groter dan dat Frodo is. Hé, Bonno? 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 Ja, hé. Jij bent Bonno, hè? Ja, en Bonno is gewend om met zijn rug naar zijn baardje toe te gaan zitten. Hé? En dat is Frodo'tje. Kan je nagaan, Frodo, dat die vele malen kleiner is? Nee! Oh, oh, hij gaat weg en dat mag hij niet. Oh, 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 mijn stok hangt ergens anders. Maar dan komt niet daar naartoe. Zo, dan maar aan de meubels even. En dan staat hij tegen het vensterbank op in de keuken. Wat aan kan je er niet? Hé, Bonno? Bonno, kom eens hier. Bonno, ja, hij zoekt zijn vrouwtje en zijn baasje. Logisch. Maar ik wil niet hebben dat hij naar boven gaat, want dat mag hij niet. Bonno, kom eens hier. Hé? Niet naar boven. Dus ja, nou dan weten jullie wie Bonno is. Achterstevoren een beetje, hè? Zo hè. Oeh, zo hè. Oeh, zo hè. Oeh, wat een grote kop heb jij dan, hè? Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, en hier, dit is Bonno dan. Groter dan dat Frodo is. Hé, Bonno? 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 Ja, hé. Jij bent Bonno, hè? Ja, en Bonno is gewend om met zijn rug naar zijn baardje toe te gaan zitten. Hé? En dat is Frodo'tje. Kan je nagaan, Frodo, dat die vele malen kleiner is? Nee! Oh, oh, hij gaat weg en dat mag hij niet. Oh, 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 mijn stok hangt ergens anders. Maar dan komt niet daar naartoe. Zo, dan maar aan de meubels even. En dan staat hij tegen het vensterbank op in de keuken. Wat aan kan je er niet? Hé, Bonno? Bonno, kom eens hier. Bonno, ja, hij zoekt zijn vrouwtje en zijn baasje. Logisch. Maar ik wil niet hebben dat hij naar boven gaat, want dat mag hij niet. Bonno, kom eens hier. Hé? Niet naar boven. Dus ja, nou, dan weten jullie wie Bonno is. Achterstevoren een beetje, hè? Zo, hè. Oeh, zo, hè. Oeh, zo, hè. Oeh, wat een grote kop heb jij dan, hè? Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later.